Jeroen Tesselaar, even met het eind van jouw wedstrijd beginnen. Je moest geblesseerd van het veld. Wat gebeurde er? Ik maakte slijding, blokte een bal ermee. Alleen met de binnenkant van mijn voet, waardoor mijn onderbeen eigenlijk iets naar achter schoot. Dan krijg je binnenband, krijg dan een optater. Dus even kijken hoe het ervoor staat op maandag. Ja, je kunt nog lopen gelukkig, maar wel even rustig aan doen van het weekend. Ja, morgen niet naar Schorelduin om even lekker een rondje te wandelen, denk ik. Nee. Ik ben toevallig dinsdag al geweest om te mountainbiken. Dus sowieso, zondag is altijd lekker met de familie, met de kleine. Ja. Is altijd rustig. Vandaag 1-1 tegen de regerend kampioen. Ik denk, ja, prima prestatie. Of sta jij hier met het idee van, het hadden er ook 3 kunnen zijn? Het hadden er ook 3 kunnen zijn, maar dan had je gewoon een beetje het geluk nodig. Wat we de afgelopen weken wel net een beetje mee hadden. Maar even goed. Hebben wij geluk gehad de afgelopen weken? Nou ja, kijk, in het begin van het seizoen hebben we ook veel ongeluk gehad. Dus ik denk dat het elkaar wel redelijk compenseert over de wedstrijden heen. Nou ja, vandaag 1-1. Ik denk dat het wel voor de neutrale supporter wel een redelijk terechte uitslag was. Ja. Dus. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik ben het wel met je eens. Paul natuurlijk met een aantal goede reddingen. Aan de andere kant, wij meer balbezit, denk ik. Iets verzorgder veldvoetbal misschien ook wel dan AFC? Ja, nee, ben ik volkomen met je eens. Paul was terecht man of the match vandaag zeker. Ja. Als je dit nu zo bekijkt, de laatste 4 wedstrijden, 10 punten. We draaien heel goed mee op dit moment. Zijn we nu, wat is het verschil met het begin van het seizoen? Ja, we zijn iets verdedigender gaan spelen. We kijken iets beter naar tegenstander of we misschien de tegenstander het spel moeten laten maken. En dan, als we gewoon iets meer inzakken, hebben we iets minder ruimte in onze rug. Ik denk dat het goed uit is gepakt nu. Kijk, in het begin van het seizoen merkten we dat heel veel tegenstanders dat tegen ons deden. En dat wij er ook wel een beetje moeite mee hadden af en toe. Hoe gaat zo'n proces? Zijn dat spelers die dat tegen de trainer zeggen? Is dat de trainer? Is dat de assistent? Hoe gaat zoiets? Nee, onze trainer Edwin is tactisch heel sterk. En volgens mij is hij er 24-7 mee bezig. Dus... S'nachts om 5:30 appjes in de appgroepen zijn. Nee, dat niet. Nee, hij neemt ons mee in het proces. En wij proberen vooral uit te voeren wat hij allemaal heeft bedacht. Ja, ja. Nou, en dat loopt natuurlijk prima de laatste weken. Ja, zeker. En we merkten daarvoor in het begin van het seizoen ook al. Dat is veel progressie. Maar dat laatste beetje geluk ontbrak nog. Ja. Dat, misschien ook gewoon even leren spelen in die tweede divisie. Het is toch wat anders dan die derde divisie. Sowieso. Volgens mij hebben we heel weinig jongens die in de tweede divisie zelf hebben gespeeld. Ik had er zelf ook nog nooit in gespeeld, dus wist ook niet wat ik kon verwachten. Dus ik denk dat we nu wel onderhand een beetje aan het wennen zijn aan het niveau. Als jij dan nu kijkt, we zijn bijna halverwege, je weet nu een beetje hoe je moet voetballen. Wat is er mogelijk voor dit Quick Boys? Waar vind jij dat wij ons op moeten gaan richten na het einde van het seizoen toe? Het zijn al gevaarlijke vragen dit. Ja. Ja. Begin van het seizoen dekt iedereen een handhaving. Je bent nog steeds niet veilig natuurlijk. Daarom. Ja, kijk, we hebben nu een goede reeks gehad. Daarvoor hebben we ook een hele slechte reeks gehad. Ik vind het altijd lastig om te voorspellen wat we gaan doen. Maar als we deze flow nu gewoon doorzetten, dan zie je dat we in principe tegen iedereen een mooi resultaat op papier kunnen zetten. Dus ja, dan kun je, als je dat elke week zou doen, dan draai je gewoon goed mee in de middenmoot. Spakenburg uit, krakertje volgende week zin in? Jazeker. Ja, ik hoop dat ik helemaal ben hersteld. En ik hoop dat er genoeg supporters meegaan om een mooi feestje te maken daar. Komt goed. Dankjewel. Top.